als je door Zundert rijdt, je ontkomt er niet aan. Boomteelt zit in de haarvaten van dit dorp. Zit overal in de tenen en in de vingers en in de nagels. Boomteelt, ja, is Zundert en Zundert is Boomteelt. Vandaag de laatste dag van de driedaagse internationale boomkwekersbeurs. Handelaren, toeleveranciers, kwekers, alle groeperingen zijn hier aanwezig om hun producten op deze beurs te laten zien. Het is al heel lang terug. Ik weet dat we met een hele kleine groep begonnen zijn op initiatief van Jacques Lodders. Prachtig initiatief. Ik geloof dat er 30 man begonnen is. En we hebben nu 300 deelnemers. We zijn van een beurs gegaan waar daadwerkelijk orders geschreven worden, naar een beurs waar geen order meer geschreven wordt, maar waar gedacht wordt in prospect, in contacten en in nazorg en voorzorg bij het verkopen. Wat is uw algemene indruk van de beurs? Bezoekersaantal minder als vorig jaar, maar de kwaliteit van de beurs is wat mij betreft een verbetering van voorgaande jaren. Ja. Ik heb een hele goede indruk van de beurs. Niet superveel bezoekers, maar de bezoekers die er komen zijn voor ons erg nuttig. Een aantal grote klanten, dus we hebben er veel baat bij. De beurs is heel goed. Daar mag ik echt niet over klagen. Het is goed druk geweest. Vooral, ja, wij zitten helemaal vooraan, dus bij ons is echt de eerste uren heel druk geweest. En wat er gekomen is heel goed gevallen voor ons. Er is heel veel tuincentrums, handelaren, dus wij klagen echt niet over de beurs. Er is gekozen voor een nieuwe locatie. Waarom? Dat is uit de nood geboren. De oude locatie, de assortimentstuin in Zundert, was niet beschikbaar. Of moest zo'n grote reparatie ondergaan dat we dat niet konden opbrengen. Omdat we al met een achterstand starten van 20.000 euro schuld. En toen is de firma Boot & Co. gevraagd om de beurs te hosten en die heeft daar positief op gereageerd. Ik vind de locatie prima. Ik heb ook van de bezoekers begrepen dat het goed te bereiken is. Parkeervoorzieningen zijn goed, dus ik vind het ook prettig dat het bij een boomkweker is. Ik weet niet of iedereen het daarmee eens is. Ik denk wel dat het een groot voordeel is dat het Klein Zundert ontlast is. Want het dorp staat hier wel helemaal vol. Dat zal wel een groot voordeel zijn. Een goede bereikbaarheid, dicht bij de snelweg, parkeerplaatsen goed, alles goed te regelen. Minder blubber als de vorige Groot Groen, alleen maar plussen. Het thema is bewust gekozen, het thema is duurzaamheid. Duurzaam inkopen niet alleen betekent een duurzaam product, maar ook de goede boom op de goede plek. Want een boom is dus weliswaar 10 jaar bij een boomkweker, maar hij moet nog 80 of 100 jaar in een dorp of in de stad kunnen staan. Dus ook een duurzame plek hoort bij het verhaal duurzaam inkopen. Voor ons als bedrijf is duurzaamheid betekent investeren in trays voor meermalig gebruik. Dat betekent dat we de hoeveelheid grondstoffen kunnen terugbrengen met circa 70%. En een tweede, hele duurzame, belangrijke duurzame factor voor ons is dat wij onze energie voorzien. Wij zijn een energieverslindende industrie. Wij wekken 90% van onze energie op middels zonnecollectoren. Dus dat zijn onze twee belangrijkste bijdragen in duurzaamheid. Het is heel mooi dat er in de boomkwekerij veel aan duurzaamheid gedaan wordt. Maar ik denk dat iedere boomkweker toch al bezig is om zo duurzaam mogelijk te kweken. Dus er mag juist een beetje nadruk op gelegd worden. Ik vind van de ene kant wel dat ze ook niet moeten gaan overdrijven. In het vele groen natuurlijk, wat er naast het groen aan wordt geboden, dus waar de planten in geteeld worden, hoe er nagedacht wordt over het telen over het algemeen. En het thema alleen al brengt veel gespreksstof met zich mee, wat de beurs een goede sfeer met zich meebrengt. Nou, boomkwekers zijn zich zeer bewust van het feit dat dat ze in die maatschappij leven en dat ze naar een productenscala moeten zoeken en dat ook moeten telen, wat ook die toets van duurzaamheid kan doorstaan. En in tegenstelling tot de trend in Nederland moet je je afvragen of mediterrane planten, palmen, vijgen, hier wel thuis horen. Sommige kunnen wel, die kunnen goed tegen de vorst, maar sommige kunnen er ook niet tegen. En de vraag is of dat nou hier het product is. Het product kan hier ook bijvoorbeeld aangetast worden door ziekte en plagen. In Zuid-Europa niet. De vraag mag je je stellen, moet je dat dan hier nog telen of moet je dat niet telen?
Nou, dat zijn de vragen, de dilemma's die opgeroepen worden. Niet altijd simpel te beantwoorden, want Nederland is een exportland. En we exporteren ook naar mediterrane landen. Dus we willen dat product produceren. En antwoord dan maar eens op die vraag of we het hier nog moeten doen of niet moeten doen. Dat is lastig, dat is moeilijk. Maar je moet je de vraag wel durven stellen en je moet jezelf ook een antwoord durven geven. Komt de Groot Groen Plus internationale boomkwekersbeurs in de toekomst nog een keer in de assortiment staan? Groen, af en toe wel mooi, maar het kost alleen maar geld. De antwoorden aanstaande zaterdag om 11 uur te horen op de ROS Radio, kanaal 87,5.